Ja, daar zijn we weer. Tjonge, jonge, jonge, jonge. Wat heb ik al veel van die reviews gemaakt, is het niet? Je wordt er toch helemaal blij van? Nou, eens even kijken wat Ahmed heeft opgestuurd deze keer. Leuk, blikjes drinken. Drie lekkere blikjes fris. We hebben hier Dr. Pepper Cream and Soda. Amerika. We hebben hier Bar Cream and Soda. Oh, dat is gewoon de concurrent. Ice Cream and Soda. En we hebben hier dan Lolly Soda van Chupa Chup, aardbeiensmaak. En dat komt uit Azië. Ik weet niet uit welk land. Maar het ziet er in ieder geval verschrikkelijk uit. Even de glaasjes op tafel. Hoe doe ik het? Laten we eens beginnen met de cream soda. Nou, dat is gewoon doorzichtig. De Dr. Pepper cream soda. Oh, die is niet doorzichtig. En dan hebben we de Chupa Chup aardbeien. Die zal wel rood zijn. Godkleren, er komt al een geur uit. Oh, dat ziet eruit als behangplaksel. Om het maar netjes te houden. Bij die Aziatische lolliedrank blijft het schuim heel hysterisch erop staan. Ik vertrouw het niet. Maar goed, toch proberen. Ik begin bij de Bar Cream and Soda. Ruikt zoet, beetje vanille. Is helemaal niet zo vies. Het smaakt een beetje naar softijs. Weet je wel, vroeger ging je dan naar zo'n softijskraam en dan stond er zo'n mevrouw en zei, mag ik geen softijsje? En dan deed ze zo'n karo, heette die, dat was zo'n kinderijzer bakje dan. Dan deed ze zo... 50 cent. Ik denk dat je daar tegenwoordig 25 euro voor moet betalen. Maar in ieder geval, dit smaakt zo. Dan ga ik eens gelijk naar de concurrent. Want Dr. Pepper zegt ook cream en soda te zijn. En daar is het natuurlijk hartstikke bruin en hier is het doorzichtig. Oeh. Oeh. Dit smaakt natuurlijk gewoon naar cola met cream en soda. Dit smaakt naar naar een glaasje cola. Waar iemand dan per ongeluk dat soft ijsje in heeft laten vallen. En dan een beetje vermengd. En dat is wat het is. Ik vind het niet heel erg lekker als ik heel eerlijk ben. Oh, er zit maar 78% suiker in. Daar valt alles mee. De Bar Cream and Soda is rag en rag zoet. En er zit maar 8% suiker in. Ze zeggen wel eens save the best for last. En het gaat vandaag niet op, want ik kijk hier heel erg tegenop. Wat is het, jongens? Het proeft ook naar een aardbeienmilkshake. Alleen een hele waterige. Gewoon een aardbeienmilkshake die net even iets te lang is blijven staan. Nou, dat valt me helemaal niet eens tegen. Ik denk, je krijgt een hele penetrante lolliesmaak. Nou, dan maar eventjes de cijfertjes. Ik ben wel alweer misselijk. Dat gaat altijd lekker snel bij me. Dr. Pepper Cream en Soda. Die is gewoon eigenlijk niet te hakken. Maar die krijgt toch, omdat het wel verfrissend is, een 5. Dan hebben we dat glas behangplaksel van Chupa Chup. Waarvan ik dacht dat het verschrikkelijk zou worden. Dat valt eigenlijk alles mee. Het is gewoon een hele waterige milkshake, aardbei. Ja, gewoon een flapdrollerig product, maar prima te doen. Ik zou het niet bestellen, maar toch wel een 6 waard. En de Bar Ice Cream Soda, waar dus eigenlijk ook helemaal niet zoveel suiker in zit. Terwijl het wel proeft alsof je 28 suikerbieten in één keer naar binnen slurpt. Die is hartstikke lekker. Heel zoet. Maar gewoon lekker. Deze krijgt van mij een 7. Nou, hartstikke leuk. Zijn jullie weer blij, hè? Met mijn blikjes. Ik ga maar een baan zoeken, denk ik.